deze maand op Zegbroek TV. De onthulling van een kunstwerk tegen racisme. Zondag toch nog zo ontzettend druk is hier. Maar het is ook een hele mooie bijeenkomst. We zijn altijd met elkaar en we vieren alles met elkaar. En we hebben vooral ook respect voor elkaar. Toch? Ja. Speciaal welkom aan de kunstenaar, want daar gaat het vandaag om, meneer Levendier. Met zijn vrouw, helemaal uit Duitsland hier gekomen. Eventjes voor hoe dat de middag eruit gaat zien. Bart gaat zo nog het een en ander vertellen. Bart is van de IBS. En daarna gaan we met elkaar naar het kunstwerk. Wordt het kunstwerk onthuld. En daarna zijn hier nog diverse sprekers. Voor de mensen die dat prettig vinden. Als u dat niet meer wilt. Dan, en u zegt van nou het is eigenlijk al genoeg geweest. Dat ook prima. Maar voor de mensen die dat wel willen. Zijn er mooie sprekers bij. Dan bent u hier weer van harte welkom. En daarna is er nog een hapje en een drankje, kreeg ik al te horen. In de keuken waren ze erg onder indruk van alle hapjes die zijn aangeleverd. Dus dan geef ik graag het woord aan Bart. Jullie hebben het woord IBS al af en toe horen vallen. Misschien weet niet iedereen wat IBS is. Ik ben Bart ten Broek en ik ben voorzitter van het Interreligieus Beraad Zegbroek, afgekort IBS. In dit stadsdeel van Zegbroek natuurlijk. En het IBS, dat is een wereldwijde, juist betrokken bij een wereldwijd netwerk, United Religions Initiative, URI. En dat zoekt vooral de vrede te bewerkstelligen tussen mensen van allerlei verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. En dat proberen we ook uit te dragen op de vloer van dit stadsdeel, dus zeg maar op de grassroots, zoals dat met een mooi woord in het Engels klinkt, in dit stadsdeel. Je kunt erbij gaan zitten en rustig voor jezelf gaan zitten mediteren, gaan zitten nadenken, eventueel gaan bidden om gewoon even je verbonden te voelen vanuit jezelf met de hele wereld om je heen. En het past wel in deze stad van rechte vrede. Dat is Den Haag, dat weet u misschien. Ze noemt Den Haag zichzelf in de grote wereld. En juist in deze stad staat Jonker Frans. En daarom is het ook zo'n goede plek om hier dit kunstwerk te hebben. En we hadden ook een beetje dat gevoel, het gaat niet en tegen. Ik heet Jadin Karabulut, medeoprichter IBS, Stichting Interreligieuze Beraad Zegbroek. Dat proberen we toch religieuze organisatie bij elkaar te roepen en samen thema's te bespreken en te organiseren. Dat wij zoals vandaag, de dag van discriminatie, te laten zien dat alle religieuzes één zijn en de verbinding met elkaar maken. En naar de toekomst en geen discriminatie, maar wel acceptatie is. Dat proberen we even in onze gemeenschap mee te geven. Wij zijn vandaag in Jonker Frans. En Jonker Frans, dat is een woonzorgcentrum in het stadsdeel. En dat staat bekend, of is inmiddels bekend geworden als buurthuis van de toekomst. Dat heeft de wethouder Karsten Klein hier onlangs aan de muur getimmerd. En dat betekent dat dit centrum open staat naar de wereld eromheen. En wij hebben als interreligieus beraad ook regelmatig hier onze bijeenkomsten. We hebben ook met de bewoners afgesproken dat we regelmatig interreligieuze vieringen houden. En vandaag zijn we hier om hen een prachtig kunstwerk aan te bieden. Dat een soort symbool is voor om in deze wereld zichtbaar te maken dat we met elkaar verbonden zijn en dat het erom gaat dat we elkaar opzoeken vanuit die verbondenheid. En ieder met zijn eigen traditie. Dus je zou kunnen zeggen een soort eenheid in verscheidenheid. Je mag anders zijn en toch heb je de verantwoordelijkheid om met de ander te werken aan een zinvolle, aan een goede, aan een vredige samenleving. En dat kunstwerk, dat is vandaag hier onthuld. Wij
gaan ons nu heel langzaam in de richting van dat kunstwerk begeven. Het is daar een beetje dicht op elkaar staan als we het echt willen zien en meemaken. Maar het is de moeite waard. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder der Weltfamilie Mensch. Everybody is holy, verkündet dieses Tuch hier, das 2013 in Dortmund in einer Ausstellung für das Recht auf körperliche Unversehrtheit eines jeden Kindes war. Junker Franz heißt das Kunstwerk heute, das wir am 22. März, jetzt einen Tag nach dem Tag gegen Rassismus und Diskriminierung, hier im Junker Franz in Seebrugg den Menschen des Hauses und der ganzen Stadt Den Haag übergeben werden. Ik ben gekozen deze locatie omdat centraal is, ook in het centrum van Zegbroek is, en waar dicht bij ons is. En ook Jonker Frans is ook buurthuis van toekomst. En hier mag en kunnen meerdere mensen binnenkomen. En er zijn ook diverse culturen hier die logeren en hier zijn. Dat vinden we wel een relevante plek om deze buurt. En natuurlijk, we hebben ook de stiltekamer ook gekregen. Creëren om dat te plaatsen. En we zijn daarvoor hartstikke dankbaar aan hun. En ja, je ziet het, de dag van discriminatie, die eenheid, religieuze eenheid, is al verbonden. En we zijn hartstikke blij daarmee. We willen toch hun bedanken. Ik wil zeggen, dus, en dit mooie vredeskunstwerk, Human Soul, Jonker Frans, Happy Man! Gelukkige mens! Herzlichen Dank. Heel erg fijn dat u dit voor ons gemaakt heeft. Ik denk dat ik namens alle mensen hier in Jonkers Frans spreek. Zij zullen hier vaak zitten. Dank u wel.